Même les chiens nous regardent bizarre. Vous êtes un minable, Francis. Ah, arrache son visage. Elle est où la planque? En tant que patron. Dat is een nieuwe film he, van jou, of niet? Wat dat was aan? Musical. Ja. Is hij enthousiast? Het is een maffe film, Ik heb al een stukje gezien en ik heb echt hoesten voor verder te kijken, maar ik heb zo'n stukje gezien met zo woorden op, om zo te tonen van dit is nog niet legaal. En dan dacht ik van, ik vind eigenlijk zo wat zonde om het zo te zien. Snap je wat ik bedoel? Ik heb echt wel zin om te zien. Ja. Want het is een zotte film. Is dat Frans of is dat Waals? Voilà. Dat is Frans-Belgisch eigenlijk. Oké. En is dat een rol dat je al veel gespeeld hebt of is dat een nieuwe rol? Dat is eigenlijk een soort Pierre Richard. Dat is zo'n ventje en die komt alles tegen. Het gebeurt alles rond hem. Maar op het einde is het ook wel nog niet eens leeft. Maar... Het is echt een sprookje eigenlijk, maar... Een sprookje, het is Pulp Fiction. Het had de Pulp Fiction nog altijd, maar met een Belgische humor. Geschreven door... Door een Waalse gast en door een Parisiaan. Ah, cool. En goede muziek. Ja, zot wij. Ja? En zelfs de eerste scène van de film... Ik zei het niet trouwen. Want? Dat was zo op het wc en dat ik eigenlijk het hadden in mijn stoelgang, uit mijn stoelgang moeten kunnen zeggen. En ik had het dus, ik zei, kom aan man, dat dacht ik films, pak dat. En dus, omdat ik dat zo grandioos, voel maar eens hoe dat je als acteur ziet. Dus, de maas doet zo boven zijn bril een plastic zakje. Ja. En toen een zetje erop, voor toen een kaka te doen. Ja. Maar toen, als je je kaka wilt, maar je kunt je hand niet opvangen, want dat zakje is door. Ik kan dus eens kunnen spelen zo van, maar ik had dus even mijn hand opvangen. En dat weet dat je het publiek bijst van, die vaste hand. Dus ja, is wat mensen hem toegebruikt. Waarom zeg ik dat? Omdat je trots zit. Ja, het is moeilijk. Eigenlijk echt, wij twee divergente denkers tezamen. Zeer divergent. Maar ja, maar montage. Zo'n de dollar lossen en de montage. maar zo chic. En heb je auditie moeten doen voor die rol? Nee. Dat is wat gisteren achterin aan de. Maar ik doe nu nog altijd audities. Maar ik heb er een coole gekregen. Ook ik auditie doen, is dat juist mijn eerste droid op een filmset. Ja. Dus ik zit die zenuwachtig, ik ga er naartoe, ik weet wat ik moet doen, ik doe of dat ik het doe op een filmset.